Yo, Quagsire! Hier, eten! Oh, wat, hij maakt een bommetje! Yo, Nintendo fans! We gaan weer even Pokémonnetjes snappen. En we mogen naar een nieuw gebied! Ja! We mogen het park gaan verlaten. En we mogen nu naar de jungle! Ben benieuwd wat voor Pokémonnetjes in de jungle zitten. En als jij ook benieuwd bent, doe het duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, jongens. Want dit wordt weer super vet! Ik vind dit spel zo cool. Ik zag gewoon Bounsweet vliegen voor mijn neus. Kijk hier: Bounsweet! Wel van de achterkant. Dat is niet de allermooiste foto. Maar we zijn nu op Bellusil. Silver Island en ik heb de motion controls aangezet. Ik weet niet, moet maar even kijken of dat werkt. Ik denk het eigenlijk niet zo heel erg. Want je ziet, het begint al een beetje te trillen. Kan ik dat nu gelijk uitzetten? Ja. En ik ga even de camera wat sneller zetten. Kijk, zo kunnen we het misschien iets sneller draaien. Picky Peggy! What up, Picky Peggy? Hier zitten 3 Bounsweets. Ah, die Picky Peggy is wel cool. Oké dan. Mop. Ja, dat is een mooi fotootje. Dat is een mooi fotootje. Hier kunnen we iets scannen. Dit is een spinnenwebby. Spinnenwebby van Ariadosje, denk ik. Wat is de flats? Zitten die Bounsweets er nog? Nee, die Bounsweets zijn inmiddels weg daar. Yo! Slacking! Yo! Goeiedag, man. Wat ben jij dichtbij gekomen? Oké, vet fotootje. Eens even kijken. Wat gaan we nog meer zien? Ik zie daar Leaparts daarachter. Super cool! Super cool. Er vloog hier ook iets over. Die heb ik even gemist. Wat zien we nu nog meer? Ik ga maar weer eens even scannen. Oh, hier. Een beautyflytje. Ja, maar die hadden we net ook al. Dat is wel een mooi fotootje trouwens. We kunnen nog iets scannen. Wat kunnen we nog scannen? Dit kunnen we scannen. Een kristalbloempie. Laten we ook even een fotootje van maken. We moesten even inhouden voor die beautyfly die voor mijn neus vliegt. Wel tof hoor. Wel tof. Oh! Wow! Arbok! Arbok, hier! Hier heb je een appel van me. Een fluffroetje. Hier. Eet. Eet. Arbok. Hier. Hier. Hallo? Oh, wow, 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 wow. Je hoeft niet gelijk boos te worden. Wow. Wow, maar dit is wel vet. Dit was wel een vet fotootje, jongen. Dit was wel een vet foto. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Hij gaapt of zo. Nou, doei Arbok. Mazzel. Hey, een eipommetje. Eipommetje hier. Wil jij wat eten? Ja, lekker hè? Ja joh, lekker eten man. Heerlijk. Nom 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 nom. Lekker, lekker. Oké, ik ben weer weg. Ik ben weer weg bij Ipom. Waar gaan we nu naartoe? Ik hoor weer een Pikipek hier zo. What up? Pikipek! Ik heb heel die Quagsire gemist daar, man. Quagsire, what up? Ik moet even een fotootje van Quagsire maken hoor. Van de achterkant wel, maar ja. Hè? Oh, ik moet weer scannen. Wat gaan we nu scannen dan? Hier, ligt weer fruitje. Lekker, lekker fruitje. Oh, dat is van Pikipek dat eten. Wat vliegt daar? Oh, daar loopt een Leopard. Cool. Vet. Oh, nog meer Pikipeks. Ik vind Pikipeks echt super cool, joh. Ik vind Pikipeks zijn wel een van mijn favoriete vliegende Pokémon, denk ik. Daar is een ruïnetje. Ja, 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 ja. Daar gaan we ook even een fotootje van maken. Zeker wel. Ik weet nog niet echt wat die ruïnes inhouden. Ik denk dat we daar misschien later nog naartoe kunnen of zo. Dat zou echt super dope zijn, jongens. Dat zou echt super dope zijn. Wat is hier nog allemaal? Ik zie hier even helemaal niks gebeuren. Ik moet geluid iets harder zetten. Ik moet meer horen wat er om me heen gebeurt, jongens. Oh, kijk, hier ligt nog een heel mooi Leopardje. Hey, Leopard. Hier. Ik heb voor jou eten. Oké, scannen. Word je wakker van scannen? Jij wordt gewoon helemaal niet wakker. Je hebt geen zin om wakker te worden. Oké. Nou, tot de volgende keer dan. Yo, Magikarpie! Hier, eten. Eet. Spring. Jump. Nee? Oh, Metapod. Daar is een Metapod. Zo, die was echt goed verschuild daar. Die was echt gewoon gecamoufleerd. Wow, kijk hier. Ja, kijk die Quagsire'tjes daar eens even lekker chillen dan. Kijk ze chillen. Oh, hier nog een hele mooie Leopard. Oeh, nice picture. Wil je iets eten? Wil je iets eten? Nee? Oh, je gaat wegrennen. Niet boos worden, vriend. Yo, Quagsire. Hier. Eten. Oh, wat? Hij maakt een bommetje. Super cool. Die Quagsire nam even een duik. Heerlijk. Heerlijk. Nou, hier nog een beautyflytje. Daar heb ik er al 100 van op de foto gezet. Eens even kijken. Wat krijgen we nog meer? We moeten ook even goed achter ons kijken. Want ik denk altijd dat er misschien wat dingen achter je gebeuren in plaats van voor je neus. Hallo, beautyfly. Hallo. Die beautyfly zit de hele tijd te fotobommen, jongen. Oké, we zijn bijna aan het einde van de jungle. Ik heb George nog niet gezien. George van de jungle. Daar gaat de Leopard er vandoor. En dat was hem. Dat was hem. Oké.
Ik ben benieuwd wat onze score zal zijn. Super vet, jongen, om in een nieuwe omgeving lekker foto's te gaan maken. Hallo, El Professor. We hebben 66 foto's gemaakt van 10 Pokémon. Dat zijn niet heel veel verschillende Pokémon. In de vorige video's wist ik nog niet helemaal hoe het sterrensysteem werkte, maar jullie hebben mij in de comments daarop geattendeerd. Het aantal sterren bepaalt niet je score. Het aantal sterren geeft namelijk aan of de Pokémon iets bijzonders doet. Dat is het enige. En je moet een 1 sterren, een 2 sterren, een 3 sterren en een 4 sterren foto maken van elke Pokémon. Dus je kan nu kijken welke sterren je nog mist. We hebben hier een 1 of een 2 sterren iPom. En daarom kan het dus inderdaad zo zijn dat een 2 sterren foto gewoon minder tof is dan een 1 sterren foto. Ik denk dat deze 1 sterren foto beter is. Dus even kijken hoor, wat hebben we allemaal van Pikipek? Ja, dit is wel een 3 sterren foto trouwens. Die kijkt hier wel weg, maar hij zit wel dichtbij. Dus ik ga voor deze. Oh, kijk die beautyflies. Superleuk. Dus even kijken wat dit oplevert. Ik vind dit wel een hele mooie 1 ster foto van Liepaard. Daar heb ik er best wel veel van. Ik ga voor deze. Ja, natuurlijk moet ik deze foto... Oh, hij krijgt ook 4 sterren. Dit is een 4 sterren actie. Super vet. Arbokkie dan. Ja, laten we voor deze 3 sterren foto gaan. En dan nog een metapotje die ik nog even had gespot hier. Maar hoe goed de foto is, wordt hier bepaald door de professor. Hij geeft een x-aantal punten en boven de 4000 punten is platinum. En boven de 4000 punten is dus het beste wat je kan doen. Tenminste, dat denk ik. Dit is 2600, dit was brons, was niet zo goed. iPom was ook niet zo goed, denk ik. En ook brons inderdaad. Pikipek dan. Wat gaan we voor deze Pikipek krijgen? Zilver is al iets beter, maar nog steeds niet goed. Slacking, ja, die zit met zijn rug naar ons toe te chillen. Die is inderdaad lekker aan het slacken. Dan deze Beautifly. Is dit een platinum plaatje of niet? Oh, 500 voor de pose. Wel heel veel punten voor de grootte. De direction is ook goed. Ja, 4048. Lekker. Deze Liepaard moet ook goed scoren. Dit is toch een plaatje? Dit is toch een prachtige foto? 500, 1400, 800, 900... Ah, oh, net geen platinum. Nou, met de pot. Dit is ongetwijfeld ook niet zo'n goede foto. Maar ik heb hem tenminste gefotografeerd. Nee, brons inderdaad. En dan, Arbokkie. Wat vind je hiervan, professor? Zilver. Quagsire! Ja. Dit gaat de goede kant op. Oh, net goud. Net geen platinum. Maar ik vind het wel een vette foto. Dus even kijken of we nu gelijk naar level 2 gaan. Hopelijk wel. Ah, nog net niet. Oké, poging 2. Om dit level naar 2 levels te krijgen. We gaan op zoek naar nieuwe Pokémon. Oh, hier zit gewoon een Metapod op de boom, joh. Kijk nou. Deze had ik in mijn eerste run ook echt totaal niet gezien. Ik denk dat dit een best wel een goed fotootje is. Oh, er zitten superveel Pikipeks. Ja. Ja, kom hier. Ja! Ah, dat was super cute. Ik hoop dat er een goede foto tussen zit. Misschien nog een nieuwe foto van Quagsire waar ik mee kan scoren. Wat als ik nou precies in dat gat daar een appel gooi? Ja. Ja, kijk, daar gebeurt wat. Ja! Hallo? Hallo, Pikipek. Hallo? Ja! Nice. Die was wel scherp, man. Oké, daar zit een bounce suite op de tak. Even kijken wat gebeurt als ik scan. Ja, dan gaat hij ook wat doen, denk ik. Cool. Oké. Trouwens, even een shout-out naar Wooloo hier in de back. Ik ben benieuwd wat deze Pikipek foto oplevert. Dan hebben we sowieso een betere foto van Metapod. Deze Beautify foto heeft een mooie achtergrond. Ik weet niet wat deze Liepaard hier in die boom doet, maar goed, maakt niet uit. En bounce sweet. Oh, die Pikipek is bijna platinum. Ja. We krijgen best wel veel punten voor de achtergrond bij deze Beautifly. Gaan we dan nu wel naar level 2? Ja hoor, we gaan nu wel naar level 2. Nice. We krijgen nu een nieuwe taak. We moeten 's nachts naar de jungle om een Crystabloom op de foto te zetten. Oké, nou dan gaan we mooi ook even in de nacht hier naartoe. Dit ziet er nu al vet uit, hè. Kijk, deze kleurtjes zijn 's nachts zo mooi. Ik vind die sparkles echt super cool. En ik ben heel benieuwd wat we tegenkomen. Dus we moeten sowieso een Crystabloompie op de foto gaan zetten. Hallo, Bounce Sweet. Hallo, Liepaard. Alles lekker, jongen. Hier, wil je eten? Nee, hij is niet blij als we het dan tegen hem aangooien. Hij wil wel eten, maar als we het tegen hem aangooien, dan wordt hij boos. Oh, wow, kijk deze hier staan. Die stond er echt cool. Wat hangt er in die boom? Hangt die Arbok nu in de boom? Kijk dan. Dit is wel vet, hoor. Oké, scannen. Ja, dit hadden we al gescand. Dit was een spinnenwebpie. Oh, more lulz. These are more lulz. What up? What up? Ik hoor weer wat getrappel hier rechts van mij. Dat was weer een Liepaard. Maar we zijn dus op zoek naar een Crystabloompie. Hey, Ariados. What up? Oh, hij gaat gelijk ook weg. Oh, hier. Crystabloompie. Die moesten we dus op de foto zetten voor de professor. Nou, dat hebben we gedaan. What? Kijk, Ledian. Yo. Die Ledian ziet er echt leuk uit daar. Oh, er zitten er nog meer. Cool. En Morlul is ook nog daar. Sorry jongens, ik kan er ook niks aan doen dat die Pokémon Morlul heet. Ja, dat is nou eenmaal zo. Wat hangt daar in de boom? Oh, kijk, hier in de boom hangt ook een Liepaard. Word jij wakker? Nee? Oké. Nou, blijf maar lekker slapen dan jongens. Oh man, dit is zo cool bij avond. Kijk, daar is nog een Ariadosje.
Oh, deze is zo leuk! Kijk, deze Ledian! Heel vet! Oké, wat hoor ik? Wat hoor ik? Oh, two cannons! What? Two cannons in de lucht! Heel cool. Oh, en check dit! Check al die moorlultjes hier zo. Het klinkt zo fout. Maar het is zo grappig. Daarachter is ook een toekennen nog aan het slapen. Kan ik die wakker maken? Kan ik jou wakker maken, toekennen? Nee? Nou, dan blijf maar lekker slapen dan, hé. Oké, wat is hier beneden nog te vinden? Zou die ook nog Pokémon rondlopen? Ik maak nog even een foto van een kristalbloempje voor de zekerheid. Oh, kijk. Die Liepard is er weer. Ga je nou weer slapen hier? Of ga je nou... Ja, hij gaat gewoon weer slapen hier. Word nou eens wakker, joh. Hé, hey, slaapkop. Wat hoor ik hier? Ik hoor hier weer wat gestamp. Maar ik zie niks. Oh, die geluiden zijn wel echt cool, hoor. Oh, wat is dit? Oh, dit zijn Jan Mega's. Oh, ja! Jan Mega! Super vet. Kijk, 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 kijk. Ja, dit is een mooi fotootje. Ja, dit is een goeie. Hier, fruitje. Cool. Hij doet nu ook iets. Oh, oh, wil hij die Magikarp misschien opeten? Ik denk het wel, jongen. Ik denk het wel. Oh, kijk, hier is een kristalbloem die het ook echt doet. Misschien moesten we deze op de foto zetten. Of misschien moet ik hem eerst even scannen. En dan nu een foto maken. Hallo, Quagsire. Ben je lekker aan het slapen, jongen? All day, everyday sleeping, jongen, deze baas. Hier, Magikarp, eten. Food. Food. Enjoy. Oké, gaan we hier voor de rest nog wat Pokémon'en zien? Ja, hier. Kijk nou. Dit is de Moorlul Parade. Die zijn hier gewoon lekker aan het chillen met z'n drietjes. Eerlijk, ik zeg jullie eerlijk. Jullie zijn echt leuk. Jullie zien er echt super grappig uit. Nou, dan gaan we weer even wat foto's selecteren. En sowieso moet ik wel een van die laatste foto's van die Moorluls. Want dit is echt de beste foto ooit. Ah ja, kijk, de professor wilde wel echt eentje die het inderdaad werkelijk ook deed. Die neem ik even mee. Jan Mega dan. Laten we deze pakken. Ledian, super vette foto. En Quagsire. Ik verwacht wel een paar goede scoretjes hoor, professor. Ja, niet van deze Bounce Suite, want die foto was waardeloos. Deze Leopard, nee, ook niet per se. Die van Arbok was wel cool, eerlijk. Ah, weer net geen Platinum. En deze dan? Dit is toch een fantastische foto. Ja, dit gaat goed, dit gaat goed. Ja, Platinum, lekker. Ja, maar dit is ook gewoon de beste foto ooit. Magikarpie, goud, oké. Ariados, dit is denk ik brons. Ja, brons, ja, dat was niet zo'n mooie foto. Die van Quagsire denk ik wel. Kijk, 4577, lekker hoor. En dan nog eentje van Ledian. En ik denk dat deze ook wel hoog scoort. Ja, net ook platinum, lekker. Oh, en dan hadden we ook nog Toucanon. Ja, dit is niet zo'n mooie foto. Brons, ja, dat had ik wel verwacht. Oh, Jan Mega hadden we ook nog, die is ook wel goed. Toch, toch, toch? Kijk, 2000 qua size, 4602. We worden echt al steeds beter in het maken van foto's. Ah, dit is een mooi fotootje hoor. En dan de kristalbloem, die had de professor ook nodig. Ik denk niet dat we gelijk naar level 2 gaan eigenlijk. Ah, jammer. Maar nu moeten we naar het kantoor van de professor, want hij heeft iets nieuws voor ons. Maar dat gaan we checken in de volgende aflevering. Dus doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je beeldscherm. En dan zie ik je zoals altijd gewoon morgen bij de volgende Pokémon Snap video. Mazzel!